Yo mensen, ben Jeroen, denk ik dat vandaag gaan we verder met Kordaas van deel 52. Welkom bij Kordaas van deel 52. Vorige aflevering heb ik niks nuttigs gedaan, alleen maar een beetje gepraat over random onderwerpen. En dat had ik opgenomen in OBS, maar op een of andere reden lukt dat nu niet meer. Hetzelfde geldt over de shader pack, lukt ook niet. Ik heb net een aflevering opgenomen, maar ik vond hem niks. En in die aflevering heb ik deze boom omgehakt, dus dan weet je dat ook weer. Dat waarom deze bomen weg zijn. Huh, wat, waar, wat, wie, wat, waar. Bomen weg. Nou, dat heeft dus mee te maken dat ik hier een stad omheen wil bouwen. Waar allemaal YouTubers in komen. En ja, ik bedoel, een paar van mijn favoriete YouTubers ga ik sowieso proberen uit te nodigen. Heel Team Edel, die wil ik erin hebben. Rayo Gaming wil ik erin hebben. Rayo die heeft al toegezegd dat hij erin wil meebouwen. Dus dat is super tof. Super tof. Even kijken, wat hebben we nog meer? Joost speelt spellen, wil ik gaan proberen te regelen. Ik weet niet of hij dat zal toestaan. Weet je, het zijn wel allemaal grotere namen, weet je. Dus dat, het is moeilijk. Even kijken, wie nog meer. Brian Doet zou ik graag willen. Mondia Games zou ik graag willen. Ik weet beide niet. Brian Doet was trouwens laatst op mijn livestream. Voor jullie was het een week geleden. Het was mijn allereerste livestream ooit. Dus dat denk ik Brian Doet erin. Echt, I don't know hoe de fuck hij bij mij is gekomen. Ik vind het wel echt awesome. Maar ik wil hem graag in mijn stad hebben, want dat is een toffe gozer. Verder, wie nog meer, wie nog meer? Ja, Mondia Games, ik weet niet of dat lukt. Gamen en zo kan ik proberen. En ja, zullen we een beetje niet te groot proberen? Ik bedoel, geen Dus David Games of dagelijks HD mensen vragen, weet je. Dat lukt toch nooit. Maar met een paar K subs, dat... Ja, dat is theoretisch gezien wel mogelijk. Ik bedoel, Wesley heeft het nu 1000. Die kan ik echt wel voor regelen. Jurgen heeft de 8000. Die kan ik ook wel regelen, weet je. Als ik het dan al erin heb gehad. Dan stuur ik hem een voorbeeldvideootje mee als ik hem vraag. En dan zo, oh wacht, hij heeft veel abonnees. Nou, dan kan het wel. Weet je, zo'n gevoel heb ik er dan bij dat het zo werkt, hè. Ik bedoel, het kan ook dat hij zegt van, oh wat een kutkanaal heb jij zeggen. Hier ga ik niet aan meewerken. Of zoals Rick altijd heeft van ja, als ik bij jou toezeg om op te nemen, dan moet ik bij iedereen toezeggen om op te nemen. En dat kan ik heel erg begrijpen hoor. Ik bedoel, Rick Sub Gameplay, ik wil me heel graag in hebben. Misschien dat het me gaat lukken. Ik gok van niet, maar misschien wel. In ieder geval, deze aflevering gaan we dus naar mijn eerste huis terug. Ik heb geen reacties gelezen op welk gebouw ik moet maken of waar ik het over moet hebben in mijn video's. Dus ik weet niet wat jullie hebben gedaan, want dit heb ik, ja... een dag of twee of zo naar de andere video opgenomen. En ze komen een dag na elkaar online. En geen van beide is nog online gekomen. Dus ja. Het zou gek zijn als deze video online is als ik hem opneem. Dat zou heel gek zijn, ja. Maar ik bedoel, dus de eerste video is nog niet online gekomen. Vandaar. Ik heb trouwens een paar extra access gemaakt. Aangezien ik dus die bomen ging hakken. En ja, dan kan je zeggen, Jeroen, je hebt gecheat. Nou, fijn, dan geloof je me niet. Dan zeg je maar dat ik heb gecheat. Ik ga denk ik beginnen aan het stambeeld. Even hier weghalen, waarmee kan je het hexen? Snel zal ik het ergens zien, zwaard. Oh, 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 jongeman, doe dat eens niet. Jongeman, doe dat eens heel eventjes niet. Met een zwaard? Nee, ik pak voor mijn shears het snelste. Voor mij zijn shears wel het snelste, ja. I don't know, ik heb in ieder geval een shaderpack uitstaan en dat tegen tien keer smoother. Dus ik denk dat ik gewoon een shaderpack moet doen, want de shaderpack werkt nou ook niet meer. Heb ik nog ergens? Shears. 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 Gapen. Hoe laat is het? Ah, het is 9 uur en ik ga gapen. Want ja, dat heb je wel eens, hè. Zo, hebben we shears, whatever. Gaan we eventjes tot het standbeeld omhakken en dan gaan we daarmee aan de slag deze aflevering. Ik weet het niet heel... Oh, oh. Hey, er is eentje bruin. En er zit er eentje in de muur. Kutzooi. Dit gaat sowieso fout! Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my dood. Oh. Dit is zo. Zo kut, hè. Oh man. Oh man. En ze komen allemaal hierheen. Oh fuck. Fuck. Dit is zo kut, hè. Dan moet ik dit weer gaan zien op te lossen. Ja, fuck it. Ik laat het nou gewoon even staan. Dan kom je toch niet heel vaak. En dan doe ik het wel, I don't know, in een livestream. Volg me op Twitch. Kijk, dit gaat super snel. Volg me op Twitch voor weet ik veel wat je wil weten. Livestreams. Ik bedoel, ja, waarom zijn mannen voor op Twitch? Volg me voor op Twitch voor wat livestreams.
Dan kan ik gaan livestreamen en dan is dat leuk en zo. Ik heb een hekel aan die regen, maar ik moet eventjes focussen. Focus. Focus, Jeroen, focus. Focus. Wacht, hoeveel breed zit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 breed. Oké. Okay. Wil ik dat ook gelijk weer. Dan zal ik vast ergens een standbeeld gaan bouwen. Ik wil ook mijn logo van mijn kanaal. Dus het universele Kordaaf logo. Ik weet niet of die jullie opvalt. Hij staat in mijn banner. Hij staat in mijn kanaal. Pictogram staat hij in. Het is zeg maar dat vierkantje met een driehoek erop. Zo. Dan krijg je zeg maar zo'n. Ja, hoe. Zo'n soort vorm. En dan zijn er twee strepen langs de zak zo omhoog. Moet je maar kijken in de banner. Die staat er midden achter. Ik denk dat niet heel veel mensen die opvalt. Maar dat is dus een dingetje hier. Ja, dat is een dingetje. Goed, dan wil ik dus ergens een mooi, groot standbeeld van mijn skin hebben. Ik zet hem op die berg. Dat is een vette, op die bergen standbeeld bouwen. Dat is echt vet. Dat is echt een vet idee. Wauw. Dat gaat hem worden, ik voel het. Dat is gewoon... Ja, dat is hem. Dat is een vet idee. We gaan gewoon een standbeeld bouwen op een berg. Zo. Ik heb gewoon een shovel, waarom doe ik zo moeilijk? Zo. Maakt de shovel kapot? Oh, maakt het mij iets uit? Nee. De shovel kan van mij echt helemaal kapot gaan. Zo. Pam. Zo, het wordt alweer dag, zie ik. Hartstikke mooi. Ik laat de kool gewoon zitten, want daar heb ik echt schijt aan. Stond kool. Zo, dan zijn we boven, mooi. Eerst even die boom eraf. Dan gaan we hier op deze berg een standbeeld bouwen. Nou, dat lijkt mij echt een strak plan. Hoppakee. Hop, weg ermee. Hup, weg. Verdwijnen. Hop, hop. Zo, dat flikt ook heel veel naar beneden, maar dat maakt me niet uit. Hoef het toch niet echt te hebben. Zo. Goed, het was 8 breed, hè. Dus het was zo 1, 2, 3, 4, 5. In het midden. Fuck, ik weet niet eens hoe. 4 bij 4 waren ze, dus dan zitten in het midden 2 ruimte. Dus dan start die. Zo. Dus dan is het 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 8. Past er eigenlijk net niet op, hé. Ja, dan komt er dus... Ah, nee, dit past niet. Jammer. Hier kan ik dan nog wel iets anders bouwen, denk ik. Neem ik aan, weet je. Het zou pittig baal zijn als ik niet iets nieuws kan bouwen erop. Dit is gewoon een mooi plekje om iets nieuws te bouwen. Zo. Perfect. Wow, dat deed pijn. Alright. Dus, hier is nog een blokje. Mooi. Dan gaan we het standbeeld ergens anders bouwen. Dan kunnen we nog iets cools hierop bouwen. Of halen je hele berg gewoon weg. Laat achter wat je ermee wil. Laat eens ook achter welke YouTubers ik moet gaan proberen te fixen voor mijn stad hier. Ik bedoel, ik ga trouwens nog een bord maken. Hier ergens of zo. Of daar. Ik haal per ongeluk een blokje weg. Zo, ik moet nog een bord fixen. Misschien doe ik het onder de grond. Weet ik veel. Ergens komt een bord met alle YouTubers die in de stad wonen. Hè. Natuurlijk ik als baas. Die heeft ook een bord. Of zal ik mijn stand hier binnen bouwen? Binnen de muren? Kan ook wel tof zijn. Even kijken. Ik krijg een melding. Ja. Voor mij zien jullie het niet. Ik ga er gewoon straks pas op reageren. Zijn vriend via Steam Chat. Steam Chat. Hij vraagt trouwens over een spel dat ik vanmiddag heb gespeeld. Prachtig. Goed. Een gebouw dat ik nog moet maken. Ik denk een bakker. Ik denk een smid. Ik denk gewoon een huis in het algemeen. Ik wil sowieso echt gebouwtjes maken. Ik krijg binnenkort die armor stand. Dus ik denk dat het wel vet is als ik een soort van weaponry maak. Weet je wel. Je allemaal allerlei wapens hebt zo. Allemaal, ja, dat is sowieso ook heel vet om te bouwen. Dus dat wil ik heel graag. Ik wil een paardenstal wil ik hier dan nog bouwen. Dat ik mijn paarden hier naartoe meeneem.
Wat zou nog meer handig zijn? I don't know. Laat even een gebouw in de reactie achter. Of het gebouw van de andere stad een penis moet worden. Of dat ik die af moet bouwen. Laat het achter in de reacties. Kodaaf 2.0 komt binnenkort trouwens. Dat houdt in een nieuwe webcam. En een nieuwe microfoon. Ja, eigenlijk ga ik het 1.9 noemen, ja. 1.9. Als je een nieuwe PC erbij hebt, dan is het 2.0. Maar nu is het dan wordt het 1.9. Met een nieuwe PC kan ik namelijk veel beter games opnemen, veel beter editen. Dus dat wordt tof en dat kost nog wat tijd. Want ik krijg nou binnenkort eindelijk betaald voor de Jumbo. Jee. Als het goed is trouwens, ik heb mijn contract opnieuw moeten. Ik heb mijn contract eindelijk gekregen na, wat is het, 4 maanden werken. Waarvan ik. Nee, 3 maanden werk volgens mij, waarvan ik ongeveer anderhalf weg was of zo. Nee, of het was 4 maanden waarvan ik anderhalf weg was. I don't know. Ik was in ieder geval een groot gedeelte van gewoon op vakantie. En als deel dat ik op vakantie was, hebben ze dus een nieuw systeem ingevoerd. Nou, het was eigenlijk voordat ik kwam werken, maar dat was heel slecht verteld aan de winkels. Dus ja, het systeem is in ieder geval aangepast, waardoor ik dus later pas mijn geld kreeg. Maar nu krijg ik mijn geld als het goed is. En bij de eerste keer stort krijg ik 300 euro minimaal. Ligt nu aan hoeveel ik deze maand nog ga werken. Wat best wel veel, want ik heb gisteren en eergisteren bij elkaar voor mij 9 uur gewerkt of zo. Even kijken, nee, voor mij 8 uur. I don't know. Ik schrijf het allemaal op in mijn telefoon om te kijken of de tijden allemaal kloppen. Want ik heb verhalen gehoord van mensen die soms paar uurtjes minder erop hebben staan. En dat is gewoon echt super naaierig als je te weinig uren erop hebt staan. Dus vandaag. Dat ik het zelf bijhoud, dan weet ik zeker dat het allemaal klopt. Alright. Dus, wat heb ik verder te vertellen? Ik heb gewoon idee, ik heb eigenlijk niet heel veel te vertellen. Ja, ik kan wel veel vertellen, maar dan heb ik meer onderwerpjes om over te vertellen. Ik heb daar dus wat weggehaald. Laat trouwens ook even achter waar ik mijn standbeeld moet bouwen. Dat kan ook wel mooi buiten. Of in de verte, er moet nog ergens een mooi logo staan. Weet je, er moet ergens iets vet staan. Misschien nog een muur rondom de buitenste van de stad, maar dat gaat dan ook weer heel veel werk kosten. Ik weet niet hoe strak plan dat is. Maar over het algemeen is dit wel tof. Ik vind gewoon het idee dat het heel omringd is of van die dikke bomen, vind ik vet. Had ook bij die andere stad gewoon bomen omheen kunnen zetten, was die andere stad ook gelijk 10 keer vetter geweest. Maar weet je wat, ik begin hier gewoon een nieuwe beschaving met wat mooiere huizen, betere bouwstijl, beter commentaar de aflevering dat ik hier zit. Dus dat is op zich, ja, ja, wel iets waard. Hier moet nog ergens een nether portal komen en dan ga ik lekker die twee nether portals verbinden. Lijkt mij een strak plan in ieder geval. Dus ja, dat was het eigenlijk. Ik heb verder niet echt heel veel meer te zeggen. Dus wat kortere aflevering. Nou ja, heel wat korter, wat korter. 14 minuten is niet zeer kort. Maar er zijn afleveringen geweest dat ik een half uur bezig was of zo. Er zijn ook heel veel afleveringen waar ik 20 minuten bezig ben. Hier ben ik 14 minuten bezig. Gewoon waarschijnlijk 15 minuten. Want nu staat er 14 minuten, maar er komt nog een klein stukje in het begin af. Er komt nog een intro bij. En ik ben nog steeds aan het praten. Ik heb nog steeds geen outro gedaan. Dus eigenlijk ben ik technisch gezien nog bezig. En ja. Ik bedoel, we zijn nu op 14 minuten 40 seconden in mijn opname. Waar dus nog vanaf moet geknipt worden en nog bij moet geplakt worden. Dus ja, het kan wel intro op 10 seconden volgens mij is die. Maar hij is in ieder geval heel kort hoor. Dus we moeten eigenlijk nog een klein beetje doorpraten. In het begin zijn ongeveer zo'n 40 seconden eraf geknipt. Nou, kom op Jeroen, nog een paar secondjes. Juist, nou geef mijn opname 15 minuten aan. Nu is het 15 minuten in de opname. Daar moet ik nog een stuk van afknippen. We gaan nog 40 seconden in het begin van af. Waarschijnlijk deze video alsnog 14 minuten nog wat. In ieder geval, laatste gebouw achter we die ik moet bouwen. Onderwerp waar ik het over moet hebben. Of ik de toren van een eerste huis, stad moet ombouwen tot een penis. Welke YouTubers ik moet vragen om hier een huis te komen bouwen. Gebouwen die ik zelf kan bouwen. Tips, weet ik veel. Laat allemaal achter in de reacties. Want ik heb eventjes ja, wat nodig wat ik hier kan doen. En mijn game loopt vast. I don't know. Dat doet hij best doet hij wel vaker als ik opneem met fraps. Ik neem altijd op met fraps. Niet naar luisteren. Nou,
Dit is gewoon niet meer normaal. Ah, dan zijn we weer terug. Mooi. Lekkere 60 FPS. Ik hou van die 60 FPS. Ziet er soepel uit. Oké, nou zijn het 50. Maakt niet uit. Het ziet er leuk uit. Met shaders krijg ik er naar 10. Dus ik ben hier blij mee. In ieder geval, blijf het kijken. Hoop ik jou de volgende keer weer. En dan zeg ik voor nu. Later! Oké, dat is echt. Zo raar heb ik later nog nooit gezegd. Later!